een lofzang op het mondkapje. We hebben een exclusief interview met onze staatssecretaris Tientje van Veldhoven. En onze schoonmakers hebben een presentje gehad. Welkom in deze goed gevulde aflevering van NS Weekly. Hoi, leuk dat je weer kijkt. We beginnen deze aflevering in 's-Hertogenbosch. Want afgelopen dinsdagochtend heeft de band Pater Moeskroen daar een verrassingsoptreden gegeven met een lofzang op het mondkapje. En natuurlijk was NS Weekly daarbij. Wie is de bak voor de tweede golf? Wie is de bak? En wie is de bak voor de tweede golf? Ja, dus hoera voor het mondkapje. Wacht, ik zie jullie niet meer. Wacht. Zo, dat scheelt een stuk. Gaan we door naar de dienstregeling. Want die is vanaf eind juni weer helemaal normaal. Nachttreinen gaan weer rijden. En ook een aantal treinen die nu nog ontbreken in de spits worden weer toegevoegd aan de dienstregeling. En daarmee is de dienstregeling weer zoals je van ons gewend bent van voor de coronacrisis. En waar we ook mee verder gaan is het testen van de aanmeldservice. De afgelopen tijd hebben zo'n 5000 reizigers hun reis aangemeld. Dat zijn er in totaal zo'n 150.000 van die reizen. Dat is mooi, want daarmee kunnen we onze testen vervolgen. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk reizigers op een verantwoorde manier met de trein kunnen. En dat kun je ook na 2024 gewoon met de treinen van NS. Want afgelopen week is ook bekend geworden dat NS op het Nederlandse spoor mag blijven reizen. En daar komt hij. We hebben het al aangekondigd, maar we hebben daarover onze staatssecretaris Tientje van Veldhoven exclusief mogen interviewen. Onze verslaggever Arnco is met cameraman en al opgetogen naar Tientje. En hier zijn de beelden van het exclusieve interview voor NS Weekly. Het Nederlandse landschap blijft vertrouwd geel-blauw kleuren, ook na 2024. Treinreizigers blijven ook dan verzekerd van een comfortabele en gemakkelijke reis met NS. Ik heb de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin ik ze heb voorgesteld om ook de komende periode de NS de concessie voor het hoofdrailnet onderhands te gunnen. Dus niet te gaan aanbesteden. Voorwaarde is dan wel dat de prestaties blijven verbeteren, want dat hoort er wel bij. Het besluit wordt door NS gezien als een blijk van vertrouwen. Onder andere voor de prestaties van de afgelopen jaren. Ik heb heel erg gekeken naar wat is het beste voor de reiziger. En dan zie je dat aanbesteden een aantal voordelen lijkt te hebben, maar ook een aantal risico's met zich meebrengt. En daarnaast heb ik gekeken naar de prestaties van de NS. En die zijn, dat blijkt ook uit de internationale benchmark, gewoon heel erg goed. En door die combinatie, namelijk de prestaties die al heel goed zijn, vind ik de risico's van het aanbesteden groter dan de voordelen. Dus lijkt me voor de reiziger het beste als we de concessie opnieuw aan de NS onderhands gunnen. Het besluit is omvangrijk en kent wat NS betreft aandachtspunten, zoals het verder versnipperen van het treinvervoer. Volgens NS niet in het belang van de reiziger. Het leidt tot langere reistijden, extra overstappen en meer onduidelijkheid over tarieven. Toch houdt het kabinet die mogelijkheid nu open. Ik vind dat dat belang van de reiziger altijd voorop moet staan. En dus is het goed dat je ernaar kijkt of er nog iets te optimaliseren is. Als dat zo is, moeten we dat ook met elkaar willen. Maar wel volgens een duidelijk kader. En niet decentraliseren om te decentraliseren, maar om te optimaliseren. En mag NS dan meebieden? Uiteraard, iedereen mag meebieden. Een ander aandachtspunt is de onzekerheid van internationale ambities. De afgelopen 5 jaar reed NS al flink meer internationale treinen. En dat maakte grote plannen om ons land nog beter en sneller per spoor te verbinden. Toch onderzoekt het kabinet ook hier de mogelijkheid van meer marktwerking. Nou, en ik ben dus heel erg benieuwd om te zien of er uit de marktverkenning kan komen dat er dus nog meer, nog betere internationale verbindingen te realiseren zijn. Daarom gaan we daar een marktverkenning doen en dan komen we daar tot een apart besluit over. Ja, en dat was Tientje van Veldhoven en dit is José. En José is een van onze 450 stationsschoonmakers. En we hebben ze als NS in een nieuw jasje gestoken, een nieuwe kleding gegeven, zodat ze nog comfortabeler hun werk kunnen doen. En afgelopen maandag was de dag van de schoonmaker. En ik neem aan dat jij eventjes extra geapplaudisseerd hebt of je schoonmaker op afstand bedankt. Wij als NS hebben dat gedaan met het uitdelen van een presentje en dat is deze powerbank. Als je een schoonmaker tegenkomt, ook als het niet de dag van de schoonmaker is, bedank hem of haar even hartelijk voor zijn werk.
En dan over naar afgelopen vrijdagavond. Want toen liep het treinverkeer moeilijk rondom Utrecht Centraal. En dat kwam omdat er een melding van mensen binnen was gekomen die op het spoor liepen bij Utrecht Centraal. Er was een politieachtervolging, ook over de sporen bij station Breukelen. En bij station Woerden waren 5 bermbranden waardoor het treinverkeer daar werd stilgelegd. Alle ingrediënten om het treinverkeer van en naar Utrecht ernstig te hinderen. Maar gelukkig zijn in de loop van de avond alle reizigers gewoon thuisgebracht. En aankomend weekend wordt er op verschillende plaatsen weer aan het spoor gewerkt. Onder andere tussen Den Haag en Rotterdam. Daar moet je met de bus of omreizen. Dus ook aankomend weekend, als je met de trein gaat, plan dan goed je reis. Dan weet je precies hoe je om al die werkzaamheden door kunt reizen. En aankomende maandagavond is het tijd om eens even lekker op de bank te gaan zitten. Want dan wordt de documentaire Missie NS eindelijk uitgezonden op de Nederlandse televisie. Dat was afgelopen voorjaar al de bedoeling, maar toen overleed Lisbeth List en werd de uitzending op het laatste moment geannuleerd. Nu komt hij alsnog op tv, dus ga er lekker voor zitten. Maandagavond Missie NS op NPO 2. En dan nu, buiten in binnenland, mag ik wat Amerikaanse muziek? Want u weet, was je wel van plan om deze zomer te vliegen naar Amerika, maar ja, dat is lastig. Dus is onze tip, pak de auto naar Amerika, in Drenthe. Strijk gewoon lekker neer op de camping in het groen, in plaats van die dorre vlaktes in Utah. Zwem niet in de Pacific, maar in het Rono-strand en bezoek in plaats van steden als New York de prachtige historische plaatsen Roden of Steenbergen, waar je meteen een bezoek kunt brengen aan de millennia oude hunebedden. En hoe je er komt? Reis naar Rode en vraag daar de weg. Tot zover deze aflevering van NS Weekly. We zijn er natuurlijk volgende week weer. Graag tot dan. Dag!